Het nu overal glitters. Ik heb overal glitters. Het komt omdat Vera een rok aan het maken is. Met allemaal... glitters. Allemaal glitters. Waarom is Pride belangrijk? Wat heel belangrijk is, is representatie. Representatie betekent dat dingen die gebeuren zichtbaar zijn. Wat je weet, komt door wat je ziet. Als datgene van hoe jij je voelt, waarmee jij je identificeert, niet zichtbaar is, niet gerepresenteerd wordt, dus niet bestaat, dan is dat super weird voor jezelf. En dan denk je, oké, maar waar zit ik dan? Representatie is super belangrijk omdat het mensen het gevoel geeft van, oh, oké, er zijn meer mensen zoals ik. Als we dat nooit laten zien, als we nooit ruimte hebben om dat dus te vieren, moeten we het dus maar met z'n allen een beetje verstoppen. Want dat is wat de grote menigte soort van verwacht van mensen die niet altijd maar in het heteronormatieve bakje vallen. Ja, ik zag dus net een bericht van Thorn. Dat is een van de mensen met wie wij hebben samengewerkt voor de campagne voor het Tropenmuseum. Mm-hmm. Thorn is trans non-binair en die is ook drag king en gaf, dat was in een interview met Vijs, had hij gezegd, drag is een manier om te zorgen dat we de controle terugpakken, want op het moment dat je queer bent, word je toch altijd wel aangekeken op straat, of je nu om vraagt of niet. Mm-hmm. Op het moment dat je bewust die rol pakt, dan heb je daar weer controle over. En dat geeft een bepaalde vorm van vrijheid. Ja. Dus op het moment dat ik jou hoor zeggen... Dan ga je er overheen. Ja, dan ga je er overheen. Zo van, je kijkt toch wel naar mij, maar nu heb ik in ieder geval... Bam bam. Ja. Omdat ik dit doe, omdat ik dit ben. Nice, ja. Dat is mooi goed. Wel, hè? Ja. Ja, vond ik ook goed. Dat is wel nice.